grootste springkasteel van ons land, zelfs van de wereld volgens de organisatoren, stond dit weekend voor het eerst in Sint-Niklaas. 1800 vierkante meter aan springplezier. Dat is een half voetbalveld met hindernissen, glijbanen en valkussens. En tot spijt van de volwassenen, enkel bestemd voor kinderen. Een valkussen breekt de sprong. Maar vandaag zitten er echte waaghals op het reuze springkasteel. Wat vind jij hier het leukste aan? Vooral de grote springkussens. Je kunt geen salto's opmaken. Achterwaartse salto's, voorwaartse salto's. Gewoon achteruit vallen is ook echt heel leuk. En ja. Veel parcours, hè. Best gevaarlijk? Ja, maar ja, ik heb het vandaag geleerd, dus ja. Het is eigenlijk een kinderdroom om op een springkasteel te staan. En nu krijg je gewoon 34 springkastelen achter elkaar. Dus dat is echt, voor klein en groot is echt de moeite waard, vind ik. Vanuit de lucht ziet het er echt spectaculair uit. Een half voetbalveld met 34 verschillende springkastelen. Vol hindernissen, glijbanen en ballenbaden. Letterlijk een doolhof. Hiernet vroegen wij het aan een meisje om waar de uitgang is, want we vonden het niet. En hoe lang zitten jullie hier al te spelen? Al even, toch? Als iemand zo op één springkasteel zit na 10 minuten, heb je het wel gehad. En hier kunnen ze blijven rondlopen en ze ontdekken telkens iets nieuws. En ze kunnen achter elkaar lopen, ze botsen ook veel minder tegen elkaar. Dus we merken aan de reacties van de kinderen dat ze het enorm leuk vinden, omdat er zoveel variatie in zit. Volwassenen mochten er vandaag niet op. Zij krijgen een eigen eiland in september. Wow!